En ook Maaike zal begeleid worden door haar moeder in het rijden van deze proef en gaat zich nu netjes voorstellen aan de jury. Lieke Potte, briesende paarden op een bruisende brink. Ja. Wat wil je nog meer? Dit is de tweede editie, hè? Zeker, ja. Geleerd van vorige keer? Zeker geleerd van vorige keer. Hè. De vorige keer was het echt al een waar succes en we hoopten vandaag dat te kunnen evenaren. En als ik nu kijk achter me, zie ik weer een volle brink. En zijn we super trots dat we toch weer nieuwe dingen neer hebben kunnen zetten. Dat de overloop tussen de clinics wat nog wat vlotter gaat. Dus dat er geen gaten vallen en dat we een hele mooie middag met paardensport hebben. Ik ben betrokken vanuit de vereniging Paardensport Sint-Antonis bij deze dag van het paard. Maar ik mag vandaag ook in elkaar praten. Dus iedereen voorstellen, kijken wat we allemaal aan het doen zijn. De mensen in makkelijke taal proberen uit te leggen wat er op de brink gedemonstreerd wordt vandaag. Deze combinatie is van Jos Bos. Je kent hem wel allemaal, ook woonachtig in Sint-Antonis. Jos Bos is opgestapt, ook een van de prominente tijden die op de ring steken later vanmiddag. Nou, het is mij gevraagd om de Friese paard met de Friese sjees zo authentiek mogelijk te presenteren. Ja. Ik kan natuurlijk, het zijn wedstrijden nog steeds met de Friese sjees, maar vroeger werden de sjees gebruikt om naar de kerk te gaan. De rijkere boeren die gingen met de Friese sjees naar de kerk toe. Wat is het bijzondere aan dit Fries paard? Omdat hij goed kan tuigen eigenlijk. Als hij wat muziek hoort, dan klimt hij erin. Dan was hij hier doodstil. Dus je hebt een nieuwe zolderveld van gehad. Want normaal dan gaat hij echt bewegen naar de muziek eigenlijk. Hij showt hij eigenlijk. Tuigen noemen we het. Mogen we dat zien als uw hobby? Ja? Dit is mijn hobby, ja. Dat is mijn grote hobby. Op mijn bucketlijst staat nog om er twee hier voor te zetten. Want dan schijnt hij in Friesland, als je dat je eigen presenteert op de wedstrijden, dat je er echt bij hoort. Ja, dit is een heel dat is goed. Tussen A en K, overgang naar de arbeidsmarkt. E en van hand veranderen. Tussen E en K, overgang naar de arbeidsmarkt. Tussen A en F, arbeidsstap. Ja, kun jij iets uitleggen, Imke, van wat al die termen betekenen? Hè? Want wij hebben misschien Gerwin nog nooit op een paard gezeten, maar jij bent er helemaal thuis in, hè? Laten we eens eentje pakken van hand verwisselen. Ja, dan gaat het er eigenlijk om welke bordjes de voorlezer zegt. En dan moet je van het ene bordje naar het andere bordje. Ja, een volte, dat is eigenlijk een rondje. Een gebroken lijn, dat is naar het midden toe en dan weer terug naar de hoefslag. Ja. En heb jij nou ook, we hebben nog net de Olympische Spelen achter de rug, hè, en dan iedere deelnemer die denkt, heb ik het goed gedaan? Heb jij het gevoel van, ja, het ging goed? Soms en soms ook niet. Wat gaat er dan mis? Hij viel een keer uit de galop en hij valt een beetje weg over zijn schouder. Ja. Viel uit over zijn galop. Kun je dat een beetje toelichten? Wat gebeurt er dan? Ja, als ik in galop ben en hij gaat draven terwijl hij daar eigenlijk nog niet mag. En dan denk je oei. Ja. 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 Ik heb de eer om jullie iets te mogen vertellen van de veldpolies. Jullie zien hier twee aansporingen lopen. Op dit moment bij de start-finishlijn is Jeroen Eerken. Met stempeling van Jos Denen. Jos, dank u wel. En wat nu bijna voor de kielstrang komt het Anderspan aan, waarbij jullie ook een unieke amateur van Bruine en de Zwarte van de familie Schraaien, Stevens B. Hans en Marian, welkom. De meeste zijn zwart, behalve hier een uitzondering in bruin. Ze mogen wat witte aftekeningen hebben, voor niet direct voeren bij jullie. Maar naast de zwarte ponies heb je ook bruine. De bruine is donkerbruin, maar ook lichtbruin met zwarte staart, zwarte manen. Dus een echte vos is een niet herkende kleur. Schimmel ook.
Vooral als ze veranderlijk zijn, wordt prachtig zwart geboren en uiteindelijk spierwit. In hoeverre is het anders dan die eerste keer? Nou, het is anders dan de eerste keer omdat we weer andere clinics hebben. Dus de vorige keer hadden we bijvoorbeeld een achttal van Friesen. Nu hebben we de Tennessee Walking Horse. We hebben ringsteken voor prominenten nog vanmiddag. Dus we proberen steeds een divers aanbod te hebben. En we proberen dat wel te koppelen aan de paardensport uit de omgeving. Dus ja. Hè, mensen uit de gemeente Land van Kuik die actief zijn in de paardensport een podium te bieden om te laten zien wat zij doen en kunnen. Jullie hebben natuurlijk deze entourage heel bewust gekozen, denk ik. Ja, zeker bewust gekozen. Hè. Voordat de dag van het paard was, was er 100 jaar lang de Fokpaardendag van Sint Antonis hier ook op de Brink. En dat hebben we een vervolg willen geven. En daarom hebben we gekozen voor deze prominente plek in het dorpshart om te laten zien wat de paardensport behelst. Ja. En wanneer is Lieke Potten en de hele groep die erbij past tevreden? Nou, ik denk dat we nu al kunnen zeggen dat we echt tevreden zijn. Dat we mensen zien genieten, dat er enthousiasme is. Dat mensen vragen gaan stellen aan de deelnemers over hey, hoe zit het eruit. En dat de deelnemers zelf ook heel erg enthousiast zijn en blij om hier zijn om te mogen rijden. Ja. Dus, die mix van jong en oud is ook bewust gekozen? Ja, zeker. Zeker. Heel bewust. Ja. Op de vijfde plaats is geëindigd Kees van Wijk Noorland met zijn pony Fanta. Op de vierde plaats is dan geëindigd Jill van der Ween met de pony Lady. Op de derde plaats is geëindigd Imke Ros met Lars Lady. En die mag op het schavot op de derde plaats gaan staan. Hebben wij op de tweede plaats de winnares van vorig jaar. Dus dat betekent dat de wisseltrofee naar een nieuwe persoon gaat. Fenna Derks met Regenten. En dan blijft er nog maar eentje over. En dat betekent dat de wisseltrofee en de beker voor de eerste prijs dit jaar naar Boxmeer gaan. Naar Myrthe Nabbe met Hidden Treasure. Want de publieksprijs gaat naar Jill van der Ween met Lady. En dat is een hele klas vol. Met spullen van de ruitershop, dus daar kun je voorlopig maar vooruit. En een groot applaus voor deze jonge ruiters. Myrthe Nabbe uit Boxmeer, twee bekers. Vertel eens. Ja, gewoon super tof. Deze is een wisselbeker, deze. En dit is gewoon, gewoon een normale. Van vandaag van de prijs. En dat is de wisseltrofee dan? Ja. Ja. Gaat die volgend jaar weer naar jou? Denk ik, hoop ik. Ja. Oh ja, mooi scherm gekocht naar de eerste ring. Oh, jammer. Oh, laatste kans. Ja, 3 punten voor Wendy. Ja, en op naar nummer 2. Ja, en op naar nummer 3. Oh. 32 seconden, dat betekent dat Lieselotte winnaar is van deze editie van het ringsteken.